Ik zit in een doos. De doos tikt. Eigenlijk zit ik in een identiteitscrisis. Eergisteren nog testte een dokter mijn reflexen. Ik heb hem zijn hele spreekkamer doorgeschopt. Ik moet mijzelf niet geweest zijn, of juist wel. Dat weet je niet als je in een identiteitscrisis zit. 31 december 1984. Vandaag ben ik om belastingtechnische redenen precies 13 jaar getrouwd. Mijn naam is Hoeksteen. Mijn vrouw heette indertijd Jannie van de Samenleving. We hebben 2 kinderen en tezamen vormen wij het gezin Hoeksteen van de Samenleving. 84 was een uitgesproken crisisjaar. Inleveren, inleveren, inleveren. De vakantie naar Spanje werd niet veel meer dan een dag olé roepen in de Efteling. En de kinderen maar zeuren. Pap, blaas die boot eens op, blaas die bal eens op, blaas dat bed eens op. Ik heb zin om de hele colerenzooi eens flink op te blazen. Vandaar dat merkwaardige getik. Want ik heb mijn gezin gezegd, het mag dan een jaar van inleveren geweest zijn. Het vuurwerk wordt groter dan ooit. Ik heb nog zo'n 70 minuten voor de boeg. En het enige houvast wat ik heb, is de afstandsbediening van mijn televisietoestel. Jongens en meisjes. Dag. Dag jongens en meisjes. Dag jongens en meisjes. Ik ben Zuignapje. Ik ben de nieuwste attractie van de Efteling. Ik ben op zoek naar vieze luchtjes. Nou, dan ben ik hier vanavond wel aan het goede adres, geloof ik. Goh, wat ruikt het hier. Ik ben de nieuwste attractie. Vanaf de paasdagen mogen de kinderen overal gratis in mij knijpen. En ik zeg, piep. De Efteling heeft een piepshow voor jong en oud. Overal knijpen, behalve hier onder de gordel. Want daar zit mijn piepzak. En wie daar knijpt, die krijgt een ongelofelijke knal voor zijn ka... Nee. Nee, slaan is er in de Efteling niet meer bij. Dat is op weg naar de Efteling al genoeg gebeurd. Ja, jongens en meisjes, vorig jaar zat u nog in het promotieteam van de EO... Maar de Heilige Geest moest naar de Olympische Spelen, dus ben ik er ook mee gekapt. Toen ben ik reservepapier hier mannetje geworden. Wat de mensen niet allemaal door je strot douwen. En maar zingen. Olé! Ik ga jullie een sprookje vertellen. Het sprookje van de frisse lucht. Ja, nou kijk je raar, hè? Je denkt, dat ken ik niet. Nou, let maar eens op. Er was eens, heel lang geleden, frisse lucht. Nou zie je wel dat je het wel kent. En Zuignapje die loopt door de tuin van een paleis. En daar ziet hij het prinsesje in de speeltuin. Ach, denkt Zuignapje Sip. Ach, prinsesje, te groot voor een schommel, te klein voor een wip. En hij, nee. Nee, geen kinderpanno op dit tijdstip. Iets wat ook voor de kleintjes kan, hè. Eens even kijken. Er was dus een koning... En die koning die was nog niet zo lang geleden president.
Maar het salaris van de president kwam zo dicht in de buurt van dat van de kroonprins, dat de president dacht, voor hetzelfde geld ben ik koning. Nou, als de kleintjes dat niet leuk vinden, dan weet ik het niet meer. En die koning die had zijn rijk zo democratisch mogelijk ingericht. 'S morgens om 9:30 ging hij er aan de linkerkant uit. En dan stonden er allemaal actiegroepen met petities en handtekeningen. Dan had je de mensen die voor de vrije verstrekking van de heroïne waren. En die kwamen met de 49ste Duitser aangesleept die aan een overdosis dreigde te bezwijken. En dan sloegen ze de koning net zo lang mee om zijn oren tot hij dood was. Die junk. En dan had je de mensen die waren weer tegen en die kwamen alweer met de 50ste Duitser aangesleept. En de koning dacht zo, dat zijn weer mooi 50 Duitsers. Want de oorlog had diepe wonden geslagen. En maak dat maar eens wieder goed. Nou, dan had je de dames die voor de legalisering van abortus waren. En die sloegen de koning met bebloede tampons om zijn oor. En de koning vond het heerlijk. Brrr. En de dames zongen, oh baby. En dan had je de dames die er weer tegen waren. Die sloegen de koning met ongeboren vruchten om zijn oren. En bij gebrek aan embryo met brio, net zo lang tot de koning boter op zijn hoofd had. Nou, dan was het al bijna 10:00. En dan moest de koning naar de rechterkant, want hij zei altijd, democratie is een mooi ding, maar tussen 9:30 en 10:00. En dan ging hij aan de rechterkant zijn paleis. Er stonden weer hele andere dames die zwaaiden met handtekeningen, boekjes en verzoekjes. En de koning zwaaide net zo lang terug tot ze allemaal een nat broekje hadden. En dan zei hij, dag incontinente dames, tot morgen maar weer. Ach, wat hield de koning toch van dit vochtig volksdeel. En dan, jongens en meisjes, kwam het moeilijkste van de hele dag. Dan moest de koning proberen ongemerkt langs de kamer van zijn vrouw te komen. Die sinds kort een verborgen camera had. Dat wist de koning niet. Ik wel, omdat ik het allemaal verzonnen heb natuurlijk. Dat kan ik je aanraden, hoor, om alles zelf te verzinnen. Dat is veel leuker leven. Nou, daar liep de koning stiekem voorbij de kamer van zijn... Maar die had hem al lang gezien. Koningin Asmalia. Man, laat mij gaan naar het land van de frisse lucht. Al is het maar voor een long weekend. Laat mij gaan naar de zuignapjes. En de koning zegt, Asmalia, schreeuw weg. Ga een vrouwenfilm maken. En de koningin die bitst, seksist. En daar komt de hond die zo heet al aangerend. Een Sint-Bernard met een vaatje valium om zijn nek. In die Sint-Bernard zit een KGB-CIA-BVD-agent. Die werken al jaren samen, dat weet niemand. Behalve ik, omdat ik het allemaal verzonnen heb natuurlijk. Goh, kijk meneer Hoeksteen, zijn dit nou programma's voor kinderen tegenwoordig? Ik vind touwen vast te knopen. Nee, als ik de baas zou zijn van het kinderpakket, dan werd het allemaal veel positiever. De hele wereld werd meteen een stukje liever. Zo snel hij kon, schakelde hij over naar een ander net. En, ja, dat moet ik alweer doen. Die verkleding kan ik niet zo gauw maken, hoor. Ik ben wel veelzijdig, maar dat haal ik niet. Nou, dan doe ik het nog wel even in dit pak. Ja, kijk eens, dan heb je die minister van Cultuur. Heb je de minister van Cultuur. Ik zal geen namen noemen, want ik wil geen reclame maken. Zeg maar even zo lang Piep, dan heb je Piep, zeg maar, heb je Piep. En dan zegt die Piep, ja, die zegt dat, dan zegt die minister van de Cultuur, dat de kunst zo pessimistisch is. Die vindt de kunst zo pessimistisch. Nou, dan zal ik proberen om er vanavond een beetje optimistisch programma van te maken. Zal de minister van Cultuur wel zeggen dat dat geen kunst is? Kijk eens, het blijft natuurlijk een mening. Ja, wat is een mening? Een mening is net een erectie. Je hebt hem zomaar om hem dan staande te houden. En het wordt zo gauw slap gelul, als je begrijpt wat ik bedoel. Over slap gelul gesproken. Ja, ik ben blij dat u het leuk vindt, maar we moeten wel voor 12 eruit zijn, hè? Nee, je meent het is zo gauw over slap gelul gesproken. Van Ardenne gaat de paus assisteren als hij in het voorjaar naar Nederland komt. Hij mag de misleiden. Over misleiden. Ga eruit! Het wordt 12:30 op die manier. Nee, mag geen over misleiden gesproken. Lubbers is de eerste minister-president, commissaris die dit land kent. Die heeft Nederland een staalpoot uitgerukt. Wat is een staalpoot, vragen de mensen. Zijn gouden handdruk waar de honden geen brood van lusten. Ja, dan maak ik die grappen gewoon iets minder. Dan klappen jullie gewoon niet, begrijp je wel. Zeg Boutersen tegen Lubbers. Koeheid, meneer Lubbers. Koeheid. Oeheid en alles koeheid. Over Boutersen gesproken, die raffinaderij, olieraffinaderij op Dantillen moest dicht. Betekent dat er weer 5000 steelbands naar Nederland komen. Over
Over racisme gesproken, Amsterdam heeft het. En heeft tegen de burgerwacht... Tegen de burgerwacht kan je je WA laten verzekeren. Zelf hebben. Oh, dat vind je eigenlijk nog veel leuker, geloof ik. Heb ik daar 3 maanden lang heb ik daar intellectuele grappen op een rijtje zitten zetten? Mijn vrouw die floost in een halve dag zo'n blaaspijpje in elkaar. En de mensen vinden het leuker. Nou, als dat nou emancipatie is, vooruit dan maar. Wordt al minder, hè, vind je niet? Lollen ze gauw vanaf, hè, van zo'n ding. Nou, heb ik nog 80 grappen, let maar op. Nee, ik over fout geweest in de oorlog. Ik ga een paar nieuwe schoenen kopen bij mijn schoenmaker. Die is fout geweest in de oorlog. Zegt hij, welke maat had hij ook alweer? Zeg ik, 40, 45. De Noordzee heeft het ook, kernafval. Sinds Veronica is de Noordzee niet meer zo radioactief geweest. Het schijnt dat alles er nu uit is op een beetje na. Dat komt eruit met een nieuwe haringvangst. Hollandse nucleaire. Hoe krijgen we de PTT in Groningen? In een envelop stoppen, postzegel erop en wegsturen. Over Groningen gesproken, de derde wereld. De mensen vragen me wel eens waarom de derde wereld? Nou, omdat het anders zo sneu is voor die andere twee. Ja, vragen ze dan wat Ethiopië? Nou, niet zo gek veel op dit moment. Zeggen de mensen, dat is een flauwe grap. Ik zeg, ik doe wat ik kan. Ik ben komiek. Tomato, die doet ook wat hij kan. Die stuurt blikopeners. Maar de opbrengst van dit programma gaat in zijn geheel naar de derde wereld. Mijn vrouw en ik gaan 14 dagen naar Kenia met vakantie. Over de derde wereld. Ja, ik moet laatst optreden voor Nicaragua. Ik sta in zo'n ongesubsidieerd jongerenhong met mijn rug tegen de muur. En dan hangt een kind van 2 jaar aan mijn been te bengelen met een sambabal. Want die ouders vinden dat het moet kunnen. Ik probeer dat kind maar van me af te schudden. Het lukt me niet. Ik zeg tegen die moeder, dat krijg je er al van als je er een bavianenhartje in laat zetten. Over transplantatie gesproken. Het schijnt dat de eerste diabeticus nu een suikerhart ingeplant heeft gekregen. Ja. Vraag Gandhi. Gandhi vraagt haar adviseurs, what shall I do? Wat moet ik doen? Ze zeggen, neem een lijfwacht, take a lifeguard. But how many? Vraagt Gandhi. Take 6, zeggen ze. Nee, als ik aan India denk, dan word ik knap giftig. Dan moet ik u eerlijk zeggen. Ik bedoel, dat waren 2000 vliegen in één klap, zou je kunnen zeggen. Voor het eerst dat mensen voor een insecticide op de vlucht slaan. Hebben die vliegen toch gewonnen achteraf. Bill Thatcher die wil de doodstraf herinvoeren omdat die aanslag mislukt is. Wat ze mislukt noemt. Ik ben met mijn vrouw diverse keren in dat hotel in Brighton geweest. Benauwde kamers, maar nu die voorpui eruit ligt, schijnt dat een stuk verbeterd te zijn. Nee, zo'n staatshoofd oog om oog, tand om tand. Zo'n staatshoofd moet zeggen, uw bom heeft mijn rechterwang weggeslagen. Hier is mijn linkerwang. Maar die Thatcher die denkt dat mijn werkers haar werkers zijn. La 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 la. Ik weet niet waarom ik la la zeg, maar dat is allemaal... Nee, ik doe het expres een beetje vlug, omdat mensen dit op allerlei manieren opnemen, begrijp je? Dat ze het afspelen en denken, waar heeft hij het in godsnaam over? La la la. Nou, dan ben ik even mijn tekst kwijt, maar als je op tijd lacht, kan er helemaal niks meer gebeuren. Nee, laat ze zich op de hoogte stellen, laat ze dus met een taxi heen rijden. Bij ons heet de mijnwerker kolengraver. En als die gaat zweren, plegen ze mij niet. De mijnen gaan weer open, zingt een kompel in Maastricht. Ja, roept een hoer, bezopen, maar de mijnen blijven dicht. Ja, maar het woord hoe moet je ook voorzichtig zijn. Wij zingen thuis al, er is er een jarig prostituee. Word ik laatst opgebeld door iemand? Iemand belt mij laatst op. Laatst belt iemand mij. Ik word opgebeld. Iemand zegt, wil u meewerken aan een totaalweigering? Ik zeg, nee. Hij zegt, u begrijpt het niet? Ik zeg, nee. Hij zegt, weet u wat dat is, een totaalweigering? Ik zeg, nee. Hij zegt, heeft u wel eens een concours in Piek gezien? Ik zeg, nee. Hij zegt, zeg u altijd nee? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou bij een concours in Piek komt die bereider op dat paard aangereden voor de hindernis. Het paard blijft staan en de bereider vliegt er overheen. Dat noemen wij een weigering. Maar nu helemaal aan het begin. De ruiter stapt op en het paard doet hopla. Dat noemen wij een totaal weigering. En dat vindt de ruiter niet leuk. Dan gaat de ruiter procederen. En dan krijgt zo'n totaal weigeraar een jaar. Een jaar zeg ik. Een jaar omdat je niet in het leger wil. Is er dan opeens geen gebrek aan cellen tekort? Want de misdaad is de enige kanker waarbij het aantal cellen afneemt. Als je hier met een hond aan een touw 6 vrouwen verkracht, dan kan je de gevangenis niet in. Nee, seksuele variaties worden hier op hoge prijs gesteld. Kijk maar op je geld. Nederlandse bank betaalt aan toonder. Ja, zegt die advocaat tegen die rechter, die man die wou die vrouw helemaal niet verkrachten, maar hij werd gedwongen door die hond. En die hond die heeft een heel akelige jeugd gehad. Die is psychisch niet toerekeningsvatbaar.
Zegt het Hof tegen mij, op grond waarvan denkt u deskundig te kunnen zijn? Ik zeg, nou kijk eens hier, een tweederangs acteur is president van de Verenigde Staten, dus zou een eerste rangs komiek ook niet een mening kunnen hebben. Een betere... Een betere grap over Reagan kan ik niet zo gauw verzinnen. Die man is zo glad en zo religieus, dat is net een paling in een emmer God. Over God gesproken, het schijnt dat Carl Lewis in hem gelooft. Zeker weten doe ik het niet, maar hij loopt in elk geval alsof de duivel hem op zielen zit. Zegt het Hof tegen mij, wat komt er van vrede? Ik zeg, oorlog. Juist, en wat komt er van oorlog? Vrede. Nou zeggen ze, zie je wel dat oorlog de beste situatie is? Ik zeg, ja, ja, maar als we de zaak om gaan draaien, dan weet ik ook een goeie. Dan moet je jaarlijks 2-3 miljard naar de derde wereld overmaken. En dan moet je ze een dag collecteren voor defensie. Kijken of je er ook 50 miljoen op haalt. Vond ik wel sterk van mezelf, weet je? Hij is sterk. 50 miljoen in één dag en de regering zorgt voor de transportkosten. Nou, zo'n kruidenier heb ik ook. Als ik voor 50 miljoen levensmiddelen bestel, komt hij ze bezorgen, ja? Weet je waarom bos kaal is? Dat komt door zure regen. Dreigde er nog een breuk in de regeringscoalitie in aanleiding van de tweeverdieners. Maar die hebben ze opgelost door te zoeken naar de grootste gemene voordeurdelen. Want werkelijk één. Werkelijk één zijn wij maar eens per jaar. Eén volg, één natie. Maar in 85 niet, want het Songfestival is afgelast. Net zo ik aan de beurt was. Oh, ik had zo graag gezongen. Komieken met hun dubbele bodems. Nou, meneer Hoeksteen kon daar niet om lachen. Meneer Hoeksteen kon überhaupt niet lachen. Gisteren had hij nog ruzie gekregen met zijn vrouw. Er was een boer voorbij gereden met stront. En zijn vrouw had gezegd, kijk, die boer, die giert al bij het minste geringste. En jij? Maar had meneer Hoeksteen gezegd, die hoeft zich ook niet te verantwoorden. Die komt 's avonds thuis, een uur in de wind stinkend en treft een begrijpende vrouw. Sterker nog, hij treft een vrouw die uit solidariteit meestinkt. Nee, 4 mei, daar moest je niet aankomen bij meneer Hoeksteen. Dat was een instituut. Al zou hij de laatste zijn die zijn strijd volhield tegen het fascisme. Hij stond pal. Elk jaar weer. Jongens, het is 8 uur, 4 mei. Opa zat bij het verzet, je weet het wel. Koppen dicht, ja?
Twee minuutjes moet kunnen. Oh jee. De katholieken kunnen zich weer niet beheersen. Beginnen ieder jaar eerder hun oorlogsverleden weg te beieren. Jongens, blijf even allemaal gewoon staan. Ik ga even een geestelijke gehandicap maken. Onvoorstelbare kluts. Wat sta je hier nou aan dat touw te sleuren, man? Zo. Een beetje overmoedig geworden door Polen, maar dat slaan we er wel weer uit. Nou. Jongens, desnoods gaan we door dat 7:55. Het gaat om het principe, ja? Niet zozeer om het tijdstip. Doodse stilte, graag. Oh jee. De vrouw gaat opeens lachen. Het hele jaar zagrijnig stofzuigen, zagrijnig afwassen, zagrijnig op vakantie. 4 mei, 8 uur. Moeder, de vrouw krijgt een slappe lach. Dus mogelijk. Nou, wie zet er nou een ketel water op om 2 minuten? Als je weet dat we even 2 minuten stil moeten zijn, ja? Dat gas maakt het water warm, er komt stoom ontwikkelen en dat gaat fluiten. Dat is een hele industriële revolutie. Ja, de hond. De hond, wie rekent daar nou? De hond blaft. Het hele jaar door de ene inbreker na de andere. Hij weet niet hoe hij zich zo geliefd mogelijk kan maken bij de maffia. 4 mei, 8 uur, de hond begint te blaffen. Als het nou nog een Duitse herder was of een... Of een schwanzelsnauzer, maar... Nou, koppen dicht, desnoods gaan we door tot morgenochtend 9:30. Gaat om het principe, niet om het tijdstip. Nou, ja, waar zit die hond? Waar zit je nou? Waar zit jij nou? He? Kom eens even... Ah, daar, kom jij eens even voor de dag. Zo, kom jij maar eens even voor de dag, ja? Zo. Weet je wat wij doen? Weet je wat wij doen? Wij binden jou aan een boom in het bos. Zo, ha, ha, ha. En we gaan lekker met het hele gezin 14 dagen op vakantie. Ha, ha. Lekker naar Denemarken, lekker... Lekker Deense doggen snuffelen, heerlijk. Jij ja, maar staan aan die touw in die boom in de bos. Die agent zal raar opkijken. Hé, hey, een luidspreker aan een boom, hé. Hey. Nou, ga eens dood liggen. Ga eens dood liggen. Hop, dood. Niet te hard aan het snoer trekken, hoor. Want anders trek je die stekker eruit. Pas op. We zullen gemeenschappelijk moeten komen tot een harmonisatie van belastingen. Ook in de wegensfeer. Hier is een veel te poreus beton gebruikt. Door heel kleine gaatjes in het beton kwam zeewater naar binnen. Het ijzer in het beton ging roesten en uitzetten en dus barstte het beton. De bewoners kunnen wel in hun huis blijven, maar alle balkons en galerijen en de balken aan de buitenkant moeten worden vervangen. But that all attempts to destroy democracy by terrorism will fail.
ben ik mijn bril kwijt, hoor. Oh, waar is hij dan? Poms heb ik een bepopte beuf. Poms heb ik een ongelofelijke bepopte beuf. En dan doe ik klop. En dan kan ik weer lekker opgelucht ademhalen. Ik hou wel van televisie. Weet je wat ik een leuk programma vind? Sterrenslag, dat vind ik leuk, jongen. Proberen Kik Stokhuizen zo ver mogelijk weg te gooien. Dat vind ik leuk, jongen. En dat de Ada Kok Dick Dolman onder water duwt, dat kan me niet lang genoeg duren, weet je. Pleunie touwtrekken, dat vind ik ook erg leuk. En Aad van de Heuvel duwen en Gerard van den Berg flikkeren, dat vind ik ook erg leuk. En die vind ik... Oh, oppas, anders krijg je een overdosis. Oh!
iets vertellen van mijn oma. Die 84 was. Bijna 85. Ze ging haar laatste adem uitblazen. Wap. Daar wilden wij als gezin niet ontbreken. In de auto zei vader... Niks laten merken, hoor. Tuurlijk niet, zei ik. Ik wist wel niet precies wat, maar... Ik dacht, dat schiet me wel te binnen als ik er eenmaal ben. Ik doe de kamer van de bejaardenflat open. En daar ligt oma in bed. Ze ligt er een beetje bij, zoals de wolf die er genoeg van heeft langer op Roodkapje te wachten. Die had zijn buik ook knap vol van oma. Oma ziet mij staan bij de deur en ze zegt... Zo, jongen, ben je daar? Die stem. Ik denk niks laten merken. Ja, oma, hier ben ik. Jongen, wat praat jij raar? Ja, oma, ik kan ieder moment doodgaan. Had ik alles verraden? Of is oma het ook? Ik ging gauw op een stoel zitten. Omdat als iemand op sterven ligt, het een beetje gek is om op een stoel te gaan staan. Ik keek de kring rond. Allemaal familie die ik nog nooit eerder gezien had. Ome Herman met zijn grote waffel. Oom Gerard, zijn hazenlip. De Siamese tweeling. Tante niks aan de hand. En nog een hele hoop neven en nichten die ik nog nooit eerder gezien had. En niet te vergeten het nakomertje. Een oom keek op zijn horloge. Oma zei... Wie pist en op zijn horloge kijkt, loopt kans dat hij op zijn schoenen zeikt. Dat kostte haar zoveel kracht... dat een tante die landelijke bekendheid had gekregen bij een euthanasieproces... de kring rondkeek met een blik van, jongens, zal ik dan maar? Oma reutelde als papa's trabant met koude startproblemen. Iedere keer als oma uitademde, leunde de hele kring hoopvol naar voren... om bij elke inademing weer een beetje teleurgesteld achterover te zakken. Benauwd dat het was in de kamer. Ze zaten te roken alsof oma's leven er vanaf hing. Ik keek naar oom Herman. Die probeerde de staartklok te hypnotiseren. Ik dacht aan wat vader en moeder in de auto hadden besproken. Oma had 3 wensen bij haar dood. Ze wilde doodgaan in haar eigen bed. Nou, die kans leek me vrij groot. Ze wou dat de hele familie dubbel zou liggen van het lachen. Dat leek me vrijwel uitgesloten. En haar derde wens was dat haar laatste woorden... O mijn God zouden zijn. Als je je leven besluit met God op je lippen, kom je terug als iets mooiers, dacht oma. Bijvoorbeeld dat je niet terugkomt als oma, maar als kind. Er kwam een oom binnen die probeerde oma's ingevallen gezicht te kussen, maar er was geen bijkomen aan.
Een tante ging met haar vinger langs een antiek keramisch beeldje. En oma zei... Dat beeldje is voor Anja, Jannie. Tante Jannie schrok zo dat ze het beeldje omstootte. Het viel op het novilon. Stuk. Oma zei, sterven brengt ongeluk. Oom Herman was erin geslaagd de staartklok tot stilstand te dwingen. Zo, zei hij, dat is één. Ik bleef een hele tijd stil. Er gebeurde niet zoveel. Plotseling stokte oma's adem. Zag ik de hele familie doen. Euthanasietante ging even luisteren. Ja, zei ze, die is sterk genoeg om op eigen kracht dood te gaan, hoor. Maar het duurde nog wel even. Sommige familieleden konden zich niet houden en liepen alvast de kant op van de spullen die ze zo meteen graag mee naar huis wilden nemen. Een oom die zette op de tafel een stoel en daarbovenop een krukje om bij een hele hoge tekening te kunnen komen. En een tante ging onder de staande schemerlamp slaan en sloeg haar armen om de poot. Euthanasietante lag nu met haar oor op de dekens. Plotseling bolden de dekens op en liet oma een knetterende wind. Die oom die net bovenop dat krukje stond, die schrok zo, greep zich aan die tekening vast. Maar die hing aan zo'n klein spijkertje, dus die kapte helemaal naar rechts. Pakte de kap van de staande schemerlamp en trok die helemaal over tante tot ze het op haar heupen had. Daar moest een nichtje zo om lachen dat oom Herman haar aanstootte met zijn linkerknie. Hij scheurde uit zijn broek en er vielen 6 zilveren messenleggers op de grond. Toen proestte de hele familie het uit. En oma zei, zo, dat is 2. Ik zei, oh mijn god. En oma zei, je haalt me de woorden uit een mol. Goed. Ze was dood. Mond. Tomme oma had ze mond gezegd. Kwam ze weer terug als oma. De hele familie was in rep en roer. Ik moest even mijn voeten optillen omdat er een tante met het novilon onderdoor moest. Ik kon nog net voor een nichtje een balpen van het tafeltje naast oma's bed weggrissen. Ik scheurde een stukje van de krant en ik schreef erop... O, mijn god. Dat stopte ik gauw in oma's mond. Ik dacht, God zal het wel begrijpen. Toen kwam oom Herman bij me staan. Staartklok tussen zijn benen. Hij zei, joh, je ziet wel dat het helemaal niet erg is om een ander dood te zien gaan. We gaan nou eenmaal allemaal dood. Allemaal. Behalve dan toch zeker oma. Want ik had net nog gezien hoe ze dat propje papier doorslikte. Een van de absolute hoogtepunten van het Dag meneer Hoeksteen. Ach, nou had hij eindelijk eens een mooi programma. En dan drukte hij niet per ongeluk op zijn afstandsbediening, waardoor hij in een sportprogramma terecht kwam. Ho, 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 roep ik zelf, want ik moet meer ongelooflijk snel verkleed. Ho, 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 was ik nog maar gesubsidieerd. Ho, 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 dan had ik vooral als een acteur. Dan kon ik zelf lekker relaxed gaan regisseren of zoiets. Of een nota schrijven over de toestand. Ho, 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 ik sta met twee... Nou ja, dan heb ik nog een pijp over voor andere dingen. Oh, 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 oh. Een van de
absolute hoogtepunten van het afgelopen sportseizoen is ongetwijfeld de triathlon van Almere. Hier zien wij een van de deelnemers bezig met de 3 kilometer zwemmen. De 3 kilometer zwemdiscipline, en we zien dat deze deelnemer een hele eigen opvatting heeft over de manier van zwemmen. Normaal gesproken probeert men zoveel mogelijk aan de oppervlakte van het water te blijven, maar deze deelnemer die is bezig de bodem van de zee af te zoeken op een eigen wijze en hij doet enkele spectaculaire vondsten. Een zeehond? En dan krijgen we dat ongelooflijke belangrijke moment waarop de deelnemer moet overgaan van de zwemdiscipline naar de fietsdiscipline. Waarin die ruimzittende zwembroek verkleed moet worden voor die akelig zittende wielrenbroek. En waarop hij, en dat lijkt ons nog het allerbelangrijkste, de zwemslag moet doen overgaan in de veerkrachtige pedaaltred. En daar zien wij hem bezig en daar heeft hij uiteindelijk die geweldige pedaaltred te pakken. En daar gaat hij in een zuiverig cadon 180 kilometer lang naar de volgende discipline. En hij koerst voort. Al staat zijn gezicht op een trek van zoals Van Acht zich in Brabant moet voelen. En daar gaat hij over naar de volgende discipline. En we zien de atleet zich afvragen, wat moet ik precies gaan doen? Hij heeft nu 180 kilometer gefietst en hij heeft nog 1 discipline voor de boeg, maar we zien hem denken, wat moet ik precies gaan doen? Hij weet het niet nauwkeurig. We zien hem allerlei disciplines uitvoeren. Hij vergist zich voortdurend in het een en het ander. Hij weet niet wat hij moet doen. We zien hem al voortdurend bezig. We zien hem allerlei. Ik zou hem wel toe willen roepen, vooruit. Ik zou hem wel willen toeschreeuwen, vooruit. Maar hij weet totaal niet. Hij weet niet waar. Maar het lijkt er nu langzamerhand toch maar van belang om gewoon te gaan lopen, om gewoon te gaan hardlopen. Ik zou hem willen toeroepen, ga nu maar hardlopen. Ja, en daar komt hij het stadion binnen. En uit 60.000 kelen klinkt... Olé, 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 olé. En daar loopt hij met een zekere pas loopt hij naar de finish toe. Want dat heeft men hem gezegd. De finish die moet hier ergens zijn. En we zien hem zoeken, we zien hem kijken, we zien hem turen, we zien hem puzzelen. Ja, de finish die moet hier ergens zijn, dat is hem verteld. En hij zal hem vinden ook, hij zal hem vinden. We zien hem overal kijken. En daar komt iemand van de organisatie, die probeert hem op de been te houden, maar hij stoot hem van zich af. Want dat zou ongetwijfeld disqualificatie betekenen. En daar komt hij dichter naar de finish toe. Hij is nu vlak bij de finish. Hij is op enkele meters, enkele decimeters, enkele centimeters, enkele millimeters. Hij is nu vlak bij de finish. Hij zal erover, maar daar draait hij weer om en maakt dat hij wegkomt. Hij loopt de andere kant op. Dit is een buitengewone teleurstelling. Maar nu zien we hem weer opkomen. Daar komt hij aan. Enkele officials trekken de finish onder hem door. Ze zijn nu vlak bij hem. En daar valt hij neer. En wij kunnen met de microfoon bij hem komen. En wij vragen, wat ging er door u heen toen u het stadion binnenkwam? Dat is heel interessant, maar toen u van de fiets overging, wat bedoelde u toen precies op het moment dat u van de fiets overging in wat? Mooi zo. Nou, het leek wel sport. Ik zou zeggen, gauw naar de dopingcontrole en wij gaan terug naar de studio in Hilversum. Terug naar de studio in Hilversum. Kan ik hier, kan ik misschien hier even mijn plasje doen? Is dat... Oh jee. Mag ik u even iets vragen? Nou, ik wil even plassen hier als het kan. Is het waar dat u gesteriliseerd bent? Een beetje rare vraag misschien, maar... als we dit taboe er voor 85 nog even door kunnen jagen... dan wil ik daar graag aan meewerken. Kijk, wat is het punt? Waarom heb ik het laten doen? Nou, dat is één. Ik ben zo vruchtbaar als de pers eigenlijk, hè? Ja, ik heb zelfs, om het geheim te houden, mijn zaad op een Zwitserse bank moeten storten. En er is in Holland een zwart zaadcircuit van mij in omloop. Dan weet je het wel.
Daar komt bij dat mijn vrouw reageert op de pil zoals Ria Stalman op anabole steroïden. Dus, dat ene servies na het andere. En ik kan niet met een condoom werken. Het klinkt misschien heel klungelig, maar ik krijg het niet onder de knie. En iemand zei, daar hoort het ook helemaal niet. Dus toen ben ik een jaartje bij de Bachman gegaan. Met als gevolg dat ik die plastic handschoen steeds hier had. En dat condoom daar. Dus daar, daar ben ik er ook mee opgehouden. En toen hebben we... toen hebben we een tijdje periodieke onthouding gedaan thuis. Maar ik heb een geheugen als een zeef, werkelijk. Nou, mijn vrouw en ik houden allebei erg veel van zingen. Dus zie ons maar eens op tijd de kijk uit te krijgen. En toen hebben we een tijdje staatdodende pasta aangewend. Tot we de bisonkind kwijt waren. Toen dan uiteindelijk die tweeling met dat spiraaltje opgeboren werd. Toen zei ik, we moesten de knoop maar eens door. Er zit behoorlijk de kartonrot in, als je het mij vraagt. We moesten de knoop maar eens doorhaken. Dus ik naar een... Dus ik naar die chirurg, want ik was natuurlijk ontzettend bang dat die fijne Hollandse jongen die ik had, die was, dat die zou veranderen in zo'n slappe Italiaanse maffianicht. Dus ik zeg tegen die chirurg, dok... Dat kost 5000 gulden per ingreep. Dus ik zeg, dok, ik blijf toch wel die gezonde Hollandse jongen die ik ben. Ja. Ik zeg, dokter, doet het ook pijn? Maar meneer, u bent toch een gezonde Hollandse jongen? Nee hoor, dat is een ingreepje van niks. Wij verdoven u plaatselijk. Het is polyklinisch. U kunt zo weer naar huisje naar het vrouwtje. Volgende dag niks aan het handje. Ik vertrouw dat niet helemaal. Dus ik er nog een nachtje over boompje met het vrouwtje en was ze weer zwangertje. Dus ik 2 dagen later naar het kliniekje. Nou, omdat je dus plaatselijk verdoofd bent, maak je het allemaal mee. Hoe je daar op die snoeptafel die operatiezaal binnengereden wordt. Kom je onder die hoogtezon, helemaal onder een groen laken, behalve hier waar je niet eens bruin hoeft te worden. En die chirurg die staat al bij die slijpsteen. Tarire lam tara. Van links en rechts omdraait zijn ring door het roer van zijn. En er staan 3 verpleegsters hun penis naar te sublimeren. En dan lig je handen op je rug plaatselijk. Je kan geen kant op. Maar ja, ik heb een reputatie op te houden. Dus ik probeer er nog iets van te maken. Nietwaar? Maar je bent toch helemaal onthaard. Dus die ene verpleegster zegt nog, toepetje zou u niet misstaan. Hè? En die chirurg, tarira, lam, tara. En die verpleegsters, olé. En in die sfeer begint de doop heel langzaam te werken. Ik ga naar psychedelische velden. Ik waan mij op het Vondelpark. Ik heb helemaal geen erg. En dan opeens snipst. Helen! Beste Viva. Ik heb mij... Ze hebben je wel plaatselijk verdoofd, maar ik geloof in mijn rechterschouder of zo. Pijn. Nou, dan is het dus een polyklinische ingreep. Dus je kunt daarna gewoon naar huis. Gaat u maar gewoon naar huis, hoor. Vrouw had nog gezegd, zak je niet even met de auto? Ben je gek, joh. Ik ga gewoon naar huis, joh, hoor. Niks. Niks aan het handje. Ik kom het straatje binnen gereedje. Wie zie ik als allereerste? De buurvrouw. Ha! Ha, die buurvrouw. Ha! 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 Met mij. Prima hoor, prima. Beetje doorgezakt hè, gisteravond. 6 weken lang de kinderen hoeven maar te wijzen. En melkboer, 2 gesteriliseerd. Doe maar gepasteuriseerd melkboer. Na een week of wat hadden wij nog een oude afspraak bij de buren. Konden we niet afzeggen na 3 weken. Nou, ik kom bij die buren binnen. En het interieur van de buren bestaat uit een 4-tal van deze elementen. Nou, ga maar eens zitten met zo'n zak of zo'n zitzak. Dus ik maar door die berenijskamer en die buurman. Ga nou toch zitten, man.
Nee, ik zit al de hele dag, buurman. Maar ja, aan het eind van de avond moest ik toch door de knieën, dus ik laat mij vallen. Oh. Oh, dat geeft een hele andere kijk op wonen, dit, hè? Jullie mogen het plafond wel eens witten, geloof ik. Zit er een rugleuning aan? Oh, die had ik helemaal niet zo gauw gezien. Ah! Je zal je toch vergissen, zeg, hè? Nee, maar dan is... Oh, ja! Dat is een stuk beter, hoor, dit. Het scheelt echt een stuk, hè? En meteen de achterkant van het gelijk erbij, hè? Jullie zitten wel een beetje ver weg, weet je. Dat vind ik wel praktisch van deze stoelen. Je kan ze in één klap kan je ze... Ho, 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 ho! Buurman, er komen allemaal witte balletjes uit. Is dat gebruikelijk, buurman? Nou, zo voelde ik me nou vlak na die operatie, weet je dat? Ik zal ze er gauw weer terug in doen, buurvrouw. Hé, wat een agressief spul is dat, zeg. Het lijken wel gremlins. Alle ballen verzamelen. Hé, ik mis een balletje. De sneeuw was alweer vroeg gevallen in Leg. En de prinsjes amuseerden zich kostelijk. Oh, riep Willem-Alexander, wat is het toch heerlijk om langdurig echte Maxima te zijn. Heerlijk. Helder piepschuim. Oh, en daar had je Pieter van Vollenhof ook. Olé! Depressief te krijgen. Na 6 weken moest ik even bellen hoe ik ervoor stond. Hallo, mag ik dokter Snijgeil even van u? Hè? Die zit in Leg. Oh, oh, ook wel in Leg. Nee, ik wou even weten of ik al van de Leg was. Hè? Nee, flauw grapje van mij. Nee. Ik ben namelijk 6 weken geleden door jullie gestillen geholpen. En ik wil even weten of dat geholpen had. Langskomen met mijn spermatozoïden. Ja, ogenblikje hoor. Schat, hebben wij nog spermatozoïden? Wat mijn vrouw tegenwoordig niet allemaal aan reformtroep binnensleept. Hè? Nee, dat is een grapje van mij hoor. Ik weet het wel. Hoe leg ik dat aan? Kopie erbij houden. Juist. Ja, dat was altijd mijn probleem, hè. Ik kon nooit het kopje erbij houden, hè. Nee. Nou, ik zou zeggen, begint u maar te hijgen. Begin met die broeder aan de andere kant toch geil te hijgen, zeg. Ik was te laat met mijn kopje. Ik er nog achteraan, maar ja, dat weet je wel, hè. Dan mag je wel Carl Lewis eten, wil je dat nog inhalen. Grote spetter op de muur, gauw een nieuwe strook behang eroverheen. Want oma zou op bezoek komen. Eerste wat oma zegt, konden jullie de hele kamer niet behangen, ja? Nou, zegt mevrouw, hij kan veel, maar dat lijkt me overdreven. Kom ik om 4 uur die wachtkamer binnen. Allemaal zulke kerels met emmers op schoot, aquaria. Sta ik met mijn kopje. Dus ik zeg, heeft iemand de suiker en de melk ook gezien hier, hè? Is een hele grote kerel met die emmer op schoot. Ik zeg, wat een rare voetstap op het plafond. Hij kijkt en ik... Hoplakee! Na een half uurtje komt er een hoofd om de hoek van de deur. U bent onvruchtbaar, hoor. Kan dat niet een beetje ludieker? Kan dat niet met een oorkonde of zoiets dergelijks? Of een testikel van de week trofee of zoiets? Ik voelde me haast net zo ongelukkig als toen die man mij kwam vertellen dat ik vruchtbaar was. Dat was mijn aanstaande schoonvader. De hele wereld was een stad geworden. Een wereldstad. En er was een klein tuinmannetje
En die woonde op 128 hoog. En als het tuinmannetje 's morgens wakker werd, dan wipte hij over zijn vrouw zijn bed uit. En dan trok hij zijn broek aan, want hij ging de bloemetjes buiten zetten. En als hij zijn broek aan had, dan pakte hij zijn gieter en dan gaf hij al zijn bloemetjes water. En dan kwam hij terug en dan had zijn vrouw zijn bammetjes al klaar. En een lekker thermosflesje met koude thee. En dan ging het tuinmannetje naar zijn kantoor van publieke werken, want daar werden de bakfietsen uitgereikt. En dan kreeg hij een klein schoffeltje en een klein harkje, want hij had een klein plantsoentje met een grote schoffel ben je er in één keer doorheen geharkt. Hij komt in het plantsoentje aan. Wat een klerenzootje. Dat is duidelijk die hond met die verstopping weer geweest vannacht. En het tuinmannetje gaat op zoek naar zijn lievelingsbloem, Sjaak. En als hij Sjaak gevonden heeft, dan gaat hij heerlijk beginnen met manuele voetmassage. En dan gaat hij lekker, haptonomische blaadjes verwennen. En dan gaat hij chiropractisch langs de steel omhoog. Om dan tenslotte frictiomasserend onder het kelkje te eindigen. Echt zo lang tot Sjaak er heel erg lief en mooi bij staat. En dan zegt de tuinmannetje, dag Sjaak, nu ga ik naar de heesters. Die heette Johannes. En hij draait zich om en hij hoort achter zich, baf! Een vuilniszak van 27 hoog bovenop Sjaak. Roept de tuinmannetje zo onverstaanbaar mogelijk. En hij pakt de vuilniszak. En die brengt hij naar de stoeprand en daar laat hij hem vallen. Zo, opgeruimd staan netjes. Maar wie heeft dit gezien? De nieuwe wijkagent. De nieuwe wijkagent. Oh. Oh. Hij is zo nieuw, hij kan nog niet zo goed met zijn knuppeltje omgaan. De nieuwe wijkagent. Pet over zijn ogen, over zijn oren. Pet past ons allemaal, behalve de nieuwe wijkagent. Die wijkagent zegt tegen dat tuinmannetje, hoe kleren zo je. Nee, we zijn niet in de staatsliedenbuurt. Nee. Ik heb heel de. Ja. Tuinmannetje die pakt die zak. En die brengt hij naar 27 hoog. Hij belt aan, de deur gaat open en gooit hem naar binnen. En dan gaat 27 laag en hij komt terug en dan ligt hij alweer vijf. En terwijl het tuinmannetje zo bezig is geweest, zijn er inmiddels 2 landmeters in het plantsoen gekomen. Blijf nou even staan en niet bewegen voordat ik ja zeg, ja? Oh, ja! En die andere staat daar. Ietsje naar links, ja. Ietsje naar links, ja. Hè? Wie? Ja, laat mij dan eens even kijken, man. Hey, ik zie geen meetlat. En terwijl die 2 daar zo bezig zijn, komt er een man met geitenwolle haar op een fiets aan. Volskrant is er echt een zakpijp in zijn mond. En die ziet daar die 2 landmeters. En die denkt. Kleine stukje groen. Weer een bankgebouw. En dan gaat er een tuinmannetje. En het tuinmannetje zegt, dat moet je niet aan mij vragen. In die dingen, daar word ik allemaal niet ingekomen. We moeten iets doen. En dat tuinmannetje zegt, laat nou maar, laat. Iets doen. En dat tuinmannetje zegt, laat nou maar, laat. Iets doen. En hij gaat, god. Rothond ook in dat plantsoen. En hij komt terug met 2000 actievoerders. En die gaan allemaal in dat plantsoentje staan. Het plantsoen moet blijven! Het plantsoen moet blijven! Het plantsoen moet blijven!
En na 2,5 uur staat dat tuinmannetje daar. Waar is me plantsoen gebleven? Waar is me plantsoen gebleven? Sjaak meer woog, die bloemen ziet. Wo is Sjaak gebleven? Wan weer man je versteen? Je versteen. Tuinmannetje ziet niet dat wijkagent in de telefooncel staat. Tuinmannetje ziet niet dat witte auto met blauw zwaailicht dichterbij komt. Deur zwaait open, licht zwaait terug. Twee mannen naar de tuinman. Vlug, vlug, vlug. Ze pakken het tuinmannetje onder zijn arm. Eerst wordt hij koud. Dan krijgt hij het warm. Hij knikt vriendelijk naar de wijkagent. Maar die doet net of hij hem niet kent. Nog steeds boos over die vuilniszak. Oh, denkt de tuinmannetje, koude kak. Zodra die bij de auto is gaan staan, moet hij heel snel het dwangbuisje aan. Oh. Wat gebeurt er allemaal? En wat is dat voor kabaal? Waf! De eerste heipaal. Dit was het eerste. Het eerste dat meneer Hoeksteen werkelijk ontroerde. Maar ja, nu niet sentimenteel worden, dacht hij. Het getik bonkte in zijn hoofd. Het gezin stond nu al zo'n minuut of 60 aan de deur te luisteren. Wat zou het toch zijn, dat getik? De dochter zei, mam, pap heeft vast een digitale staartklok voor je gekocht. Maar de zoon, die wat cynischer was, zei, nee, hij zit met zijn secretaresse in die doos. De kat hield het op een rood bordje dat aan de verkeerde kant van het raam gevallen was. En mevrouw Hoeksteen dacht, er tikt iets, maar er klopt iets niet. Meneer Hoeksteen keek op zijn horloge. 11:55. Nog eenmaal schakelde hij over. Heb ik het fantastische genoegen bij u te mogen introduceren. Die manifestatie die ons eindelijk eens allemaal op één spoor voor de vrede zet. Want voor de vrede zijn wij immers allemaal, maar nog nooit allemaal tegelijk. Dat kwam omdat je twee groepen had. De ene groep die riep, we moeten iets doen. En de andere
En de andere groep die riep, laat maar. Maar nu, deze jaarwisseling, 84-85, gaan wij voor het eerst iets doen door het te laten. Want dat is wat beheersing is. Iets doen door iets te laten. Het lijkt wel een wind. En beheersing, dat is wat wij vragen van de grootmachten met hun nucleaire ingewikkelde wapenmachinerie. Wij vragen dat ze maar in vredesnaam de knop niet beroeren. In vredesnaam, kijk, zolang die bommen niet afgeschoten worden, mogen ze ook in mijn achtertuin staan. Zolang ze niet afgeschoten worden, dan komen ze over 300 jaar wel tot het inzicht. Ja, als we ze toch niet afsteken, kunnen we ze misschien net zo goed weghalen. Want je moet ze wel de tijd geven, die conservatieven. Wat gaan wij nu doen door het te laat? Wat gaan wij nu doen door het... Ik pak even mijn vlag terug. Anders is het zo'n afknapper, hè? Wat gaan wij nu doen door te laat? U heeft allemaal vuurwerk gekocht. Van de grote inkomens met hun 1000 bommen en granaten... Tot de echte minima die een lucifer afstrijken en heel hard... Pang, 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 pang! Ja, armoe is altijd meer om te lachen dan rijkdom. Samen hebben we voor 25 miljoen gulden aan vuurwerk. Nou zouden van dat geld niet in Afrika wonderen... Nee, laat ik dat nou niet doen. Dat is nou demagogisch. Iedere volk heeft recht op zijn eigen klapstuk. Nee. Wat ik aan u vraag... U die dat vuurwerk gekocht heeft om nu eens de oppervlakte van uw balkon of uw achtertuin te delen... op het oppervlakte van de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie. En het bedrag dat daaruit komt te vermenigvuldigen met de hoeveelheid explosieven... die u op dit moment in de huiskamer heeft. Dan komt u verhoudingsgewijs tot de conclusie dat u zo'n 3 à 4 atoombommen in huis heeft. En nu de beheersing. Want dat is wat u vraagt van de grootmachten. Maar mijn vraag aan u is, kunt u zichzelf beheersen? Met andere woorden, wij gaan iets doen door het te laten. Wij steken dit jaar geen vuurwerk af. En daarmee... Ja? Klapt u maar. Goh. Klapt u maar en ik garandeer u, als u geen vuurwerk afsteekt, kunt u het volgend jaar ook nog klappen. En u kunt het nog horen ook. We steken dit jaar geen vuurwerk af. En daarmee geven wij aan dat de mens innerlijk zo beschaafd is... dat hij een verdedigingssysteem kan ontwikkelen... dat in staat is om de hele wereld te vernietigen. Maar dat hij het zodanig beheerst dat het voor de vrede staat. Maar ieder klein knalletje... ieder klein pangetje in een achterafsteegje of een donker portiek... betekent dat er toch weer mensen zijn die zich niet kunnen beheersen. En waarom zouden die mensen het op zekere dag niet kunnen brengen... tot president van de Verenigde Staten of Rusland? Met andere woorden, ieder knalletje en ieder pangetje is een manifest... om de atoombommen zo snel mogelijk uit de wereld te halen... te beginnen in Nederland. Maar... Oh. Ja, ik begrijp wel waar u heen wil, maar zover hoeft het helemaal niet te komen. Wij mensen zijn in staat om ons te beheersen. Laat dat maar over. Kom, conservatieve man, ga maar naar buiten. Vuurwerk onder je arm. Kijk de wereld maar in met een blik van... ik ben conservatief, ik heb iets te besteden, maar ik kan mij beheersen. We hebben expres niet opgeroepen tot een vuurwerkboycott. Want dan krijg je de vuurwerkmafia op je dak. Dan bedreig je de werkgelegenheid in Taiwan. Mogen wij geen onderzeeërs meer bouwen. Dan moet de hele Kamer weer misleid worden. Dan moet er weer een parlementaire enquêtecommissie. Nee, hebben we expres niet gedaan. Expres niet gedaan. Kom, conservatieve man, ga naar buiten. Kom, gillende keuken. Kom, progressieve vrouw, ga naar buiten. Kijk de wereld in met een blik van... ik ben progressief, ik hoef me niet eens te beheersen... want zolang hij het kan laten, hoef ik niks te doen. Kom,
Omhels elkaar, hè? Het is niet besmettelijk. Geef die vrouw een zoen plat op de bek. Dat is niet vrouwonvriendelijk. Heus niet. Kom. Het is 12 uur. Tik aan bij de buren. Die zitten nu naar het vuurwerk op Nederland 1 te kijken. Laat de buren omkijken en denken, hé, het is niet live. Zou er wat gebeurd zijn? Kom. Kom, loop de straat in. Omhels elkaar. Zucht. Verademen. Luister naar de stilte. En zeg tegen elkaar. Het lijkt wel 4 mei. Het lijkt wel vrede. Iets doen door iets te laten. Tik me de hoeksteen. Waar zit de ontsteking van die tijdbom? Hij is vergeten hoe hij hem in elkaar gezet heeft. Om goed geluk trekt hij 2 draadjes uit elkaar. Ha. Het gezin aan de deur hoort dat het tikken ophoudt. Er zal toch niks gebeurd zijn? Gedrieën forceren ze de deur. Ah, gelukkig. Zegt mevrouw Hoeksteen, niks gebeurd. Niks gebeurd, zegt haar man. Niks gebeurd? Er is ontzettend veel gebeurd. Luister maar. Ik hoor niks, zegt zijn vrouw. Dat is het hem juist, zegt Hoeksteen. Die stilte. Het lijkt wel vrede.